When we were younger, there was no such thing as homosexuals. We have to highlight the humanity of trans people and lift up trans people's stories. Peaceful beef. Beef. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Dank u voor langs te komen. Graag gedaan. Ik heb u dus leren kennen, of uw naam gehoord eigenlijk via mijn collega Bert. Die had verteld van, er is iemand super interessant daar eigenlijk meer over zou moeten weten. Dat is Charlotte. Dat heb ik direct gedaan. PC erbij gepakt, opgezocht. Direct mijn Spotify erbij gepakt om uw liedjes gewoon al te beluisteren. Ik moet gewoon zeggen, fantastische stem. Daar wil ik gewoon al vooral mee beginnen. Mensen, alsjeblieft, zoek dat op. Het is gewoon zalig. En dan heb ik me eigenlijk beginnen meer afvragen van wie is Charlotte eigenlijk? Dat probeer ik altijd als ik iemand ontdek of iemand nieuw leer kennen, wil ik altijd weten wie is de persoon erachter. Het is altijd interessant om te zien van wat de persoon op dat moment doet. Maar voor mij is het interessanter om te weten hoe komt de persoon tot wie hij nu is. Mm-hmm. En dan dacht ik, we nodigen hem uit en we horen eens wie Charlotte is, wat zijn verhaal is. Zawat is 34 jaar, komt uit Kiel. En mijn ouders zijn uit Marokko gekomen in de jaren 60. En ik ben vooral iemand die graag onderzoekt. Een soort ontdekkingsreiziger. Hm. En zo ben ik bij muziek geraakt door eerst gewoon op podium te starten in mijn twintigers als drag queen. Hm. En dan, na ik drag had gedaan voor 6 jaar, ben ik beginnen acteren bij amateur theatergezelschappen. Dan meegedaan met The Voice. En dan vandaar eigenlijk mijn eigen weg gecreëerd naar gewoon fulltime artiest zijn nu. Ik heb mijn eigen organisatie, ook samen met een vriendin. En we maken muziek, dans en theater. En veel creativiteit. Hm. Dat is zo. En de creativiteit is een manier om je eigen eigenlijk los te kunnen laten? Maar op podium staan is een manier voor loslaten voor mij. Mm. En ook gewoon even vrij te zijn. Op het podium voel ik mij het meeste vrij. Mm. Maar echt creatief zijn is vooral als ik gewoon, ja, ofwel met een dilemma zit, ofwel met een verhaal zit dat ik heel graag wil vertellen, of iets wat mij stoort en daar eventueel een ander licht op kan schijnen. Ja. Dus dat moet wel komen van een vorm van ook weer onderzoek, van oké, er is iets dat ik begrijp of ik niet begrijp en ik wil dat beter begrijpen en daardoor daar gewoon aan beginnen werken. Wat ik me dan ook afvraag is bijvoorbeeld, hoe zag je jeugd in elkaar? Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad, als in ik heb heel een warm gezin gehad. Wel met de nodige, weet je, uiteindelijk 8 kinderen, dus ik ben de jongste van 8. Dus ook wel gewoon heel veel drukte. Wat zijn vrucht heeft afgeworpen, maar ik kan me wel inbeelden dat je, dat is ook gewoon veel of zo. Ja. Je bent altijd met veel thuis, er is altijd iemand thuis, wat echt leuk is. Maar voor een kind dat heel gevoelig was, was dat denk ik soms ook te veel, maar wel een warm gezin of zo, daar nu van. Maar op school heel veel gepest geweest. Omdat ik als kind een makkelijk prooi was. Ik was gewoon heel vrolijk en ook heel op mezelf. Maar ook heel meisjesachtig. Heel veel kinderen vonden dat ik heel hard als een meisje was. Waardoor ik daar gewoon jaren aan een stuk ben door gepest geweest. Ja. En dat ook een beetje heb gewoon laten gebeuren. Ik heb wel van ons moeder geleerd hoe dat ik er tegenin moest gaan, maar ik vond dat precies niet de moeite of zo. Ja. En hoe bedoelde je de moeite? Van, dat je zoiets had van, oh, laat ze maar doen? Ja, omdat ik toen nog niet de woorden had om op een rationele manier te kunnen reageren. Ik reageer veel emotioneel, hè, weet je, uiteindelijk als je muziek maakt, of als, dat is allemaal emotie eigenlijk. Maar je kan ook verspilde emotie gebruiken. Zo, mensen die roepen tegen elkaar. Allee, ik denk dat je op verschillende manieren kunt communiceren met elkaar. En als iemand je uitscheldt, moet je niet per se daardoor
terug in diezelfde energie stappen. Maar dat is iets dat ik pas nu als volwassene weet. Als kind weet ik dat niet. En dan had ik niet echt goesting om terug te roepen. Of dan werd ik gewoon gekwetst en dan ging ik gewoon huilen. Dat was mijn stijl. Ik heb dat altijd een heel raar concept gevonden, pesten. Ja. Ik snap niet waarom je als persoon dat eigenlijk doet. Mm. Vooral, ik ga heel eerlijk zijn, als ik naar je video's kijk, is er geen één moment in mij dat opkomt van, wat doen die? Dan denk ik gewoon bij mijn eigen van, hoe prachtig is dat? Je ziet daar iemand op het podium staan die super gelukkig is. Je lacht volgens mij ook constant als je aan het zingen bent of als je bezig bent. En in een van je video's zie ik dat ze naar het podium naartoe gaan en ik zie gewoon mensen losgaan en keiveel plezier. Dat ik zo denk van, zo moet het zijn. Iedereen moet de kans krijgen om te zijn wie hij wilt zijn. Iedereen moet zijn emoties los kunnen laten, moet kunnen tonen van, kijk, oké, dit ben ik echt. En deal with it. En dat vind ik ook zo prachtig aan heel het show, het muzikale dankjewel ding. Dan vraag ik me ook af, heb jij bijvoorbeeld van die mensen die je vroeger gepest hebben, heb jij die nu al teruggezien? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ik zeg het, mijn leven is ook gewoon echt... ik heb echt 5 levens al gehad of zo. Oh, wat bedoel je daarmee? Ik heb... omdat ik als kind in het lager echt gewoon iemand totaal anders was dan als ik bijvoorbeeld in het middelbaar... Ik heb op mijn 15 mijn moeder verloren. Waardoor dat ik ook... helemaal anders was. Ik zette mij tegen leerkrachten. Ik had een grote mond tegen leerkrachten. Niet alle leerkrachten, maar zo 2-3 leerkrachten. Ik zoiets had van, maar naar jullie luister ik niet. dus die jouwheid was helemaal anders dan in het lager. Omdat ik toen gewoon boos was. En ook gewoon dacht dat ik zo moest reageren, omdat ik niet wilde luisteren. En dan in mijn 20ers, als ik dan thuis vertrok, ben ik nog bozer geworden eigenlijk. Niet aanvaard te worden en niet deel te zijn van een gemeenschap. Waardoor dat je dan... Je bent nog wel jezelf, maar tegelijkertijd zit er ook iemand anders, omdat je gewoon uit een plek komt... die gekwetst is. Waar ik dan in mijn eindtwintigers, in mijn dertigers, doordat ik terug naar huis ben gegaan, terug heb die andere kant van mezelf van, maar ik ben veel meer dan enkel iemand die altijd boos is en iemand die altijd commentaar heeft op iets of zo. Dus in je ogen heb je eigenlijk al die ervaringen nodig om te zijn wie je nu bent vandaag. Absoluut. En dan vraag ik me af, mij thuis verlaten, want ik woon nu ook alleen. Op een heel jonge leeftijd. Met welke reden was dat dan? In welke situaties had je dan dat je bedoelde van... Oké, nu moet ik even op mijn eigen zijn. Nu moet ik mijn eigen weg gaan vinden. En... Ja, ik zat eigenlijk echt nog in goede situaties. Hè? Allee, mijn vader is echt poeslief. Mijn zussen ook. Dat is allemaal met de beste bedoelingen gebeurd, denk ik. Maar voor mezelf... ik denk dat ik zo lang een rol heb gespeeld. Als ik dan op mijn 20ste dan eindelijk zei wie dat ik was, was er geen mogelijkheid meer om terug een rol te spelen. Want er is een groot verschil tussen een rol spelen en... Jij bent de enige persoon die weet dat je een rol speelt. Maar als ineens heel de familie weet dat je een rol speelt, dat vond ik iets te stoem voor woorden. Dus dat was voor mij geen combinatie meer met van, dan blijf ik wel thuis en dan zal ik terug alsof doen dat ik niet homo ben. Dus voor mij was dat gewoon geen combinatie. Waardoor dat ik dan dacht, oké, dan kies ik radicaal voor mezelf en dan duw ik gewoon familie en religie weg. En ook religie erin, want religie speelt een groot part in je leven. Absoluut. Maar toen... denk ik dat ik alle negatieve woorden opeens linkte aan, dat is religie. De religie is de oorzaak dat mensen zo reageren. Terwijl ik nu weet dat dat niet is. Mensen zijn gewoon verantwoordelijk voor hun eigen daden, niet iemand anders. En
dan vraag ik me af, toen jij uit huis ging, en dan ben ik nu aan het denken van misschien iemand terug van 20 die nog niet de keuze heeft gemaakt dat jij maakte, mm-hmm. die zich eigenlijk nog steeds in die rol bevindt, zijn er adviezen dat je voor zo'n mensen kunt geven? Nee. Ik had wel een ander antwoord verwacht. Nee, nee. Allee. Het ding is, dat is in zo, ideaal zou ik wel zeggen van ja, ik zou zeggen doe deze en ga zo. Maar omdat ik een gevoelsmens ben, zou ik eerst een gesprek met die persoon moeten hebben. Om achtergrond te weten van oké, maar wat is er gaande bij u thuis? En wie? En hoe dat zijn relatie tegenover de mensen thuis is. En dan zou ik beter advies kunnen geven. Maar ik kan geen advies geven op... Gewoon van oké, stel iemand zit met diezelfde situatie. Het enige dat ik kan zeggen is... Zoek mensen die wel gewoon naar u willen luisteren. En die wel gewoon u zien voor wie dat jij bent. Want soms heeft dat ook zelfs niet met je geaardheid te maken. Soms is dat ook gewoon de... Uw studierichting. Of uw carrièreambitie. Dat ouders u ook niet insteunen. Dus dat moet niet altijd zo'n zwaar thema zijn. Soms kan dat ook gewoon... Weet je, ik wil regisseur worden. En familie zegt nee, joh, gewoon fucking bij de post werken. Want je moet geld verdienen. Ja. En die verhalen kennen wij. Dus advies... Nee, vooral... Omring u met mensen die wel gewoon in uw verhaal geloven. Of dat dat nu is dat je regisseur wordt worden, of dat je nu is dat je eigenlijk gewoon eerlijk wilt zijn en homo bent. Maar ik denk niet dat mijn manier het prototype is of zo. Integendeel. Ik denk dat mijn manier een goed voorbeeld is als in... Dat is ook mogelijk en dat is iemand die uiteindelijk er wel is geraakt, dus ondanks een hele lange weg. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Omdat... ik heb echt wel afgezien mijn momenten. Dus dat moet echt wel ook kunnen verduren. En ik weet dat veel mensen dat niet kunnen. Omdat, ja... Life is pretty, but it can also be a fucking bitch. Dus ja... Advies en gesprek, ja. Bijvoorbeeld, het moment dat je het huis verliet dan, de weg dat je hebt afgenomen, kunnen wij daar een beetje door meepakken? Want dan vraag ik me nu af van, hoe was het voor u dan op dat moment? Ik denk dat ik door, want los zelfs van heel dat homo-ding, doordat ik gewoon een man ben, is mij ook aangeleerd om niet mijn emoties te tonen. En om niet door die emoties te gaan, waardoor dat ik als ik thuis vertrokken was, dat echt dacht dat ik dat gewoon van mij kon afzetten en gewoon kon blijven gaan. Wat ik ook heb gedaan, dus mijn twintigers zijn heel snel gegaan, heb ik het gevoel. Echt heel veel leuke dingen gedaan, maar ook heel veel vooral gewoon mijn emoties genegeerd. Echt jaren aan een stuk. En emoties als... Weet je, familie en herinneringen en ook dat je het gewoon allemaal van je afduwen. Merken dat dat moeilijker lukt, waardoor dat je gewoon meer begint te drinken, begint te blowen, andere dingen begint te proberen. Dus gewoon echt vluchten van gewoon de realiteit. En ergens begrijp ik waarom je dat hebt gedaan, omdat je creëert je eigen realiteit. Want om even terug te gaan op advies... Je moet je ook echt omringen door mensen die je niet alleen geloven en je steunen, maar ook echt wel gewoon het beste voor je willen. Weet je? Mensen die je ook gewoon gaan zeggen van hey, stop daarmee, want nu zijn er over aan het gaan. Je moet nog altijd wel voor jezelf zorgen. En die had ik niet. Ik had wel mensen die in mij geloofden, maar ik had niet echt mensen die zo mij de lap in mijn gezicht gaven. En omdat ik in eerste instantie voel ik mij toch eerst Marokkaan en dan pas Vlaming. Ik heb wel die opvoeding gehad. Ik heb mensen rond mij gehad die wel gewoon... Snap aan bij beetje. Oké, shit. Dus als je dan dat ineens niet meer hebt, dan merk je pas van shit. Ik heb terug familie nodig, want ik heb die ontnuchtering nodig. Mensen die gewoon zeggen van...
Wie de fuck denk je dat jij zegt? Je bent verkeerd, ja. Dat vind ik ook wel inderdaad interessant. Daar is mijn familie ook supergoed in. Ja. Met zeggen van, jij is aan het dromen nu, ja. Benen op de grond. Ja. En zo moet het zijn. Dus dat is inderdaad wel heel belangrijk. Ik snap wat je daarmee bedoelt. Ja. Dan wil ik teruggaan op dat je zei van, ik voel mij vooral Vlaming. En dan pas... ik voel mij vooral Marokkaan en dan pas Vlaming. Ja. Hoe bedoel je daarmee? Want dat is voor heel veel mensen, als je dat zegt, is dat direct van, oh... En je weet met mensen met wie ik bedoel, dat is op dit moment een heel politiek debat daar rond. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt, maar dan denk ik van iemand die nu luistert en denkt van, oh nee, zo moet het niet zijn, je moet je eerst Vlaming voelen en dan pas Marokkaan. Hoe kun je dat uitleggen? Je kan dat uitleggen omdat mijn beide ouders echt gewoon eerste migratie, dat is echt de eerste stroom van migranten die van Marokko is gekomen. En omdat wij thuis Arabisch spraken met hun, omdat wij ook elk jaar naar Marokko gingen, omdat wij die Marokkaanse cultuur eerst naar leefden. En de Vlaamse cultuur is eigenlijk erin gekomen door middel van de taal, door middel van af en toe het eten of zo, maar het is niet dat wij de Vlaamse feestdagen vierden, het is niet dat wij bezig waren met Vlaamse van die traditionele toestanden. Integendeel, wij hadden wel altijd respect daarvoor, omdat wij zo zijn opgevoed. Maar ik heb daar geen affiniteit mee. En ik denk de grootste reden is ook omdat als ik opgroeide, ik ben 34, wij nodigden bijvoorbeeld onze Vlaamse buren uit op huwelijksfeesten en op andere gelegenheden. Maar ik kan me eigenlijk heel weinig herinneren dat wij ook terug werden uitgenodigd. En een ander voorbeeld bijvoorbeeld is... En dit is nu echt algemeen. Hè? Als mijn zus... bij een Vlaams vriendinnetje bleef eten... Ik weet nog, als dat Vlaams vriendinnetje bij ons kwam... En we waren juist aan het eten... Ja, pakte een bord en ga er gewoon mee aan tafel zitten. Punt. Er is eten genoeg. En als er niet eten genoeg is, dan ga je gewoon eten delen. En ik weet nog dat mijn zus eens naar dat vriendinnetje ging en die was binnen de 5 minuten terug en mijn moeder zegt, waarom zit jij terug? En zei, ja, die gingen eten. En dat zijn heel kleine details, maar voor mijn ouders die wel echt van Marokko komen en echt heel hard nog die hartelijke cultuur hebben en wat van mij, dat was echt gewoon van, maar ja, dan kun je toch mee eten? Kun je toch gewoon mee eten? Je stuurt toch niet een kind naar huis? Dus ik denk dat dat de reden is waarom dat ik me echt in eerste instantie Marokkaan voel. Omdat er veel meer eigenschappen in de Marokkaanse cultuur zitten waar ik mij nog heel hard mee identificeer. En momenteel met de Vlaamse cultuur, zoals die er vandaag is, vind ik dat niet meer zo'n warme cultuur. En de Marokkaanse cultuur vind ik wel nog echt een heel warme cultuur. En als je zegt van hoe het er vandaag uitziet, geloof jij dan dat het gaat veranderen? Ik geloof dat je niet kunt vasthouden aan een Vlaamse cultuur als je weet dat er vanaf 1955 dat beïnvloed is door andere culturen. En niet alleen sinds 1955, als je ziet naar Antwerpen, dat is hier een fucking havenstad. Dus mensen hebben hier altijd aangekomen, gebleven en een deel van zichzelf achtergelaten. Dus ik vind dat raar dat je zo... Dat is onze Vlaamse cultuur. En dan denk ik, oké, maar als we dat nu eens even gaan afbreken tot eetcultuur. Op maandag ga je pizza halen. Op dinsdag ga je pita halen. Op woensdag ga je tacos halen. Op donderdag ga je falafel halen. Als je echt zo Vlaams bent, dan ga je gewoon elke dag fucking worst met patatten eten. En geloof me, dat komt echt je oren uit. Ik heb me dat ook altijd afgevraagd. Ik volg graag de politieke debatten. En als ze beginnen over het Vlaams zijn, dan vraag ik me altijd af, wat is dat, het Vlaams zijn? En ik heb tot de dag van vandaag nog nooit een antwoord gekregen op je vraag. Wat is dat, het Vlaams zijn? Weet je wat dat is? Dat is gewoon een reactie op andere mensen die... Heel veel mensen van kleur bijvoorbeeld, heel veel zwarte mensen zijn zich nu echt mega hard aan het empoweren. Omdat die gewoon delen van hun geschiedenis terug te weten komen. Omdat die gewoon
fucking jarenlang gewoon onderdrukt zijn geweest en nu zoiets hebben, oké, nu is onze tijd om gewoon in onze kracht te staan. Die doen dat zelfs niet uit provocatie. Dat is echt een soort innerlijk heling waar dat die mee bezig zijn, of waar dat wij mee bezig zijn. Waar dat ik kan verstaan dat dat voor heel veel mensen, witte mensen, heel intimiderend is. Omdat die gewoon zoiets hebben van, shit, wij hebben dat niet. Ja, nee, omdat jullie altijd geschiedkundig een soort DNA hebben ontwikkeld dat altijd de overwinnaar is geweest. En vanuitgaan van, wij zijn degene die het verhaal vertelt. Ja. Eigenlijk. Ja, dus mensen van kleur hebben nu gewoon veel harder zoiets van, fuck it, klop op mijn borst en ik kan gewoon staan en zijn wie ik ben. It's my story. Nou, ja. En ik denk dat daar gewoon, veel mensen voelen dat, zien dat, en zoiets van, shit, maar wij hebben ook een verhaal, wij zijn ook, en dan denk ik, ja, maar het ding is, dat verhaal is nooit anders verteld geweest, dus het is gewoon. Maar, gaat dat veranderen? Ik denk het wel. Ik denk dat vooral ook media daar een groot spel in meespeelt. Daar ben ik het ook mee eens. Ik en Thomas waren voor opname bezig over een krantenartikel. over een krantenartikel. En daar was het over coronavirus bezig. En eerst waren ze bezig over China. En toen ze het krantenartikel schreven, zeiden ze in China, omdat de mensen dan in quarantaine thuis moesten blijven, weet ik veel wat, ze nemen de rechten van de mensen af. Ja. Toen het in Italië gebeurde, zeiden ze niet, ze pakken de rechten van de mensen af. Ze doen het voor de mensen. Ja. Het is voor de vrijheid van de mensen. Dus daar zie ik ook inderdaad wat je mee bedoelt van, verhaal wordt altijd anders afgebeeld. Het wordt altijd afgebeeld van, wij weten het beter. En zij leren van ons. Snap je wat ik bedoel? Ja. Terwijl ik denk, met geschiedenis moeten we, en zeker met cultuur moeten wij niet zo kijken. Er is geen één cultuur boven een ander. Dus daar ben ik totaal eens met u. Ja, absoluut. En dan, wat ik ook super interessant vind in uw verhaal dan, is religie. Want dat is voor, denk ik, ook enorm veel moslims zelf ook een debat waar veel mensen geen antwoord op hebben. En dan bedoel ik bijvoorbeeld naar de homogemeenschap. Ik vind dat altijd interessant om te horen een iemand die zegt van, oké, ik ben homo, maar ik ben ook moslim. Terwijl jij heel veel andere mensen die zeggen van, ja, dat kan niet. Dus ik wil eigenlijk van uw kant horen van, waarom denk je dat dat wel kan? Omdat er niks in discussie met elkaar staat. Omdat er niet. Uiteindelijk, iedereen kan moslim zijn. Als je de intentie hebt om moslim te zijn, als je begrijpt wat de islam is, en als je je daarin wilt verdiepen en meer over leren, kan iedereen moslim zijn. Punt aan de lijn. Just hetzelfde gelijk dat iedereen christen kan zijn, iedereen jood is wat moeilijker, want er moet een jood geboren zijn. Dus ik vind dat heel raar, dat opeens, omdat je ook homoseksueel bent, niet meer de islam zou mogen uitoefenen. En veel discussie bestaat daar rond, omdat ze dan zeggen, ja, omdat dat gewoon onze regels zijn. Je mag niet de daad uitvoeren. Omdat je dat moet zien als een beproeving, als een test. En je moet dat ondergaan. Wat voor mij al een heel moeilijk is, want dan denk ik, ik vind dat heel pijnlijk om naar mensen te zeggen dat iets dat zij in hun hebben een beproeving is of een test. En dat is ook gewoon sowieso iets dat niet alleen over homoseksualiteit, dat gaat ook over andere dingen. Mensen krijgen kanker en dan zeggen andere mensen, ja, dat is een beproeving van God. En dan denk ik, dat is een rare beproeving. Dat is een rare beproeving. Is dat een beproeving van het leven? Dat denk ik wel. Homoseksualiteit ook. Dat is een soort beproeving, omdat ik eigenlijk, omdat er heel veel mensen mij haten, maar ik die niet mag terughaten. Dat is mijn beproeving. Mijn beproeving is niet mijn homoseksualiteit. Omdat voor mij heb ik altijd gewoon verliefd geworden, ook op gasten. En als ik dan naarmate begon te experimenteren met jongens en meisjes, beviel met jongens mij meer. Waardoor dat je dan ook gewoon daarin blijft. En eigenlijk is mijn, heb ik nooit echt moeilijk gehad met mijn eigen homoseksualiteit. Maar het is omdat ik opgroeide en rond mij mensen hoorden slechte dingen zeggen over homo's.
dat ik zoiets had van, ah shit, maar dat, ja, dat gaat dan ook over mij. Hmm. En dat zo verder nog een slechter beeld heb van gehad. Maar eigenlijk in C heb ik nooit echt moeilijkheden gehad met mijn homoseksualiteit. En zie ik ook niet waarom dat, dat niet te combineren valt. Hmm. En de reden waarom dat ik denk dat dat wel te combineren valt met islam, is omdat ik 9 jaar geen islam heb gevolgd. Om dan te ontdekken dat ik eigenlijk wel islam nodig heb. Maar niet alleen islam, want vooral gewoon God nodig heb. Mm. Omdat hij mij gewoon rust geeft, steun. En dat geeft mij gewoon antwoorden. Mm. En islam is daar ook gewoon onderdeel van. Omdat, net zoals katholicisme daar ook onderdeel van is. Mm. Net zoals dat, weet je, elke profeet of boodschapper zou wel iets nuttig gezegd hebben. Dat is duidelijk. Mm. Maar ik denk dat wij wel als mensen daar ook gewoon onze variatie van hebben gemaakt. Ja, ja. Ik ben bijvoorbeeld persoonlijk zelf niet religieus. Mm-hmm. Ik geloof niet in een god. Maar rond heel die debat heb ik altijd... Ik heb altijd een heel raar debat gevonden. Mm-hmm. Want hoe kun je zeggen van... Je zegt geschapen door God. Mm-hmm. Maar je bent niet juist. Snap je wat ik bedoel? Dat is iets heel raar om te vertellen tegen iemand. Van, God heeft u gemaakt... God houdt van u, maar jij mocht dat niet doen, want dan heb ik zoiets van, waarom zou God dan iemand maken zoals hij is, ja, als jij je eigen niet mocht zijn? Ja, ik ben helemaal mee. Dat kun je niet uit. Dat kun je bijvoorbeeld, ik vraag dat altijd, dat kun je aan mij bijvoorbeeld niet uitleggen. Iemand die totaal niet religieus is, kun je aan mij niet uitleggen. Kun je mij niet uitleggen hoe iemand die dan gelovig is, kan zeggen van, jij bent niet juist. Dat gaat niet. Ik denk dat... Ik denk dat wij nu als mensen hebben een soort intelligentie kunnen ontwikkelen. Maar er zijn echt tijden geweest waarin dat we dat niet konden. En waarin dat ik geloof dat er ook mensen waren die homoseksueel waren. Of mannen die er vrouwelijker uitzagen en vrouwen die er mannelijker uitzagen. En weet je, je had al een soort grote diversiteit van mensen. Mm. En ik denk dat er toen ook al mensen gewoon niet... die diversiteit begrepen. Want het vergt heel veel emotionele intelligentie om naar een andere mens te zien die totaal anders is als u en toch de schoonheid daarvan inzien van een mens. Snap je? Ja. Veel mensen die hebben zo'n kader van hoe een mens er moet uitzien en als die dan met iemand in contact komen die niet in dat kader past, dat flipt gewoon in de kop. En dat is ook bijvoorbeeld, niet alleen, als je ziet bijvoorbeeld ook mensen die hulp nodig hebben, mensen die in rolstoelen bijvoorbeeld zitten, hoe dat wij als maatschappij er ook op reageren. Mm-hmm. Wij weten soms dat veel dingen bestaan, maar wij willen er ook niet altijd naar kijken, omdat dat ook weer die emotionele intelligentie ook gewoon uitdaagt. Mm-hmm. En ik denk dat hetzelfde is gebeurd met mensen die LGBT zijn, mensen die trans zijn. Dat heeft altijd bestaan. Dat is niet iets dat opeens zo, poef, uit de hemel is gevallen. Wij zijn nu gewoon in een punt waarin dat wij qua politiek en mensenrechten en al die dingen gewoon in een soort structuur zijn aan het komen, waarin dat je gewoon mensen hebt die hun rechten vragen. Zo van, zie, nou is echt wel eens genoeg geweest. Ja. En je ziet dat niet alleen bij LGBT, je ziet dat ook bij de Black community, je ziet dat ook bij POC, je ziet dat wij gewoon heel veel mensen die gewoon zeggen van oké, als die mensen hun rechten vragen, gaan wij ook onze rechten vragen. Waardoor dat heel veel mensen opeens denken van oei, maar zie, dat is gewoon een trend van deze tijd. Mm. Dat is nu, mensen zijn daarmee bezig en vroeger was dat niet. En dan denk ik, jawel, vroeger was dat ook, maar toen hadden wij gewoon dat systeem om je rechten te vragen, punt. Mm. Toen had je gewoon zoiets van, ja, trek je plan. Ze hadden geen platform om te kunnen zeggen van, kijk, dit zijn wij. Ja. En jij zei bio-scene of... POC. Wat was dat? A People of Color. Ah, ja, zie. Ja. Dus POC is een term dat ook gewoon een paar jaar geleden is opgekomen, omdat je door intersectionaliteit, maar nu wordt het wel heel... door intersectionaliteit, dat is kruispunt denken... Hmm. Dat is eigenlijk in het leven geroepen omdat er was heel veel onderzoek gedaan naar vrouwen, feministisch onderzoek. Maar dan kwamen ze tot besef dat ze enkel witte vrouwen hadden onderzocht. Waardoor dat onderzoek eigenlijk niet relevant was naar vrouwen.
Want ja, als je enkel witte vrouwen interviewt, dan ben je niet bezig over vrouwen. Waardoor dat kruispunt denken of intersectionaliteit is eigenlijk in het leven geroepen, omdat als mensen hebben wij allemaal verschillende kruispunten. En jij bent bijvoorbeeld een man, jij bent zwart. Dan de klasse van waar dat jij komt. Dan uw gezondheid. Er zijn 14 kruispunten eigenlijk. En sommige mensen staan anders op een ander kruispunt dan andere mensen. Als je bijvoorbeeld wit, hoogopgeleid uit een gezin komt waar dat de vader bij de bank werkte. Ja. Die kruispunten gaan helemaal anders tegenover elkaar staan, waardoor dat je het leven ook anders gaat bezien. Ja. Ja, en ook gewoon het leven je anders gaat uitdagingen toewerpen. Ja. En daarom is dat kruispunt denk ik heel belangrijk. En is POC daar een groot term in geworden. Ja. Omdat ik ben 34 en mijn nichtjes van 19, 20 ondervinden dezelfde problemen op de hogeschool als ik heb ondervonden. Ja. Maar er is 14 jaar tussen. Dus dat wil zeggen dat er iets mis is met het systeem. Ja. Of dat mensen echt gewoon fucking stupid zijn. Dat is ook natuurlijk een optie. People are just fucked up. Ik zeg altijd dat wij ons eigen te hoog inschatten. Echt, hè? Qua intelligentie, we schatten ons eigen veel te hoog. Dat is, echt. Dat is ook nu bijvoorbeeld met dat corona. Weet je waarom dat de grote drama er rond bestaat? Nee. Omdat mensen het gevoel hebben geen controle meer te hebben. Ah ja, ja. Snap je? Dat is waar. Er is iets buiten ons dat ineens is dat daar. Niemand weet van waar dat komt, niemand weet hoe. En nu hoorde al mensen van, ja, dat zijn de Chinezen die dat hebben ontworpen en die hebben dat de wereld ingestuurd. En dan denk ik, zie, I know those conspiracy theory trips. Ik ben er vroeger ook een paar keer zwaar verkeerd op gegaan. Ik vind dat kunnen niet... Uiteindelijk, het is er, we moeten ermee leren omgaan, maar hoe dat mensen ineens echt reageren op van... Wat is deze? En tegelijkertijd denk ik... Eigenlijk is dat ook gewoon een moment om toe te geven van... Wij stellen niks voor. We hebben niks in controle. Nee, snap je? dat is waarom ik ergens wel door God blijf gefascineerd worden. Omdat dat voor mij... God is uiteindelijk ook maar een three-letter word. Dat is maar één woord. Terwijl dat betekent zoveel meer. Dat kan zoveel meer betekenen. Weet je, jij bent ook God. Zo zie ik het ook. Als ze me vragen, gelooft jij een God? Dan vraag ik altijd, hoe bedoelt jij een God? Dat vraag ik altijd, want... Ik geloof niet dat wij dingen onder controle hebben. Totaal niet. Ik kan bijvoorbeeld... Mijn manier van naar God kijken is bijvoorbeeld... Voor mij is het heelal God. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Er kan op dit moment een meteoriet richting ons zijn. Mm. En we are fucked. Mm. We kunnen niks doen. Of stel je nu voor dat de coronavirus... veel dodelijker was dan het nu was. Maar dan? Dan denk ik dat we helemaal in paniek waren. Mm. We hebben niks onder controle. Dus voor mij is er iets dat sterker is dan ons. Mm. Dat is gewoon het heelal. Mm-hmm. Dus als je bij mij zegt van God, is dat God. Mm. Maar ik geloof niet in een persoon of in een weerkiek voor wat niet. Daar ben ik niet in mee. Maar ik vind dat zalig over hoe je eigenlijk denkt. Ik vind dat geweldig dat we daar op hetzelfde level zitten. Om gewoon duidelijk te maken van, we hebben niks onder controle. Nee. En dat vind ik dan... Want... Dat is ook een probleem met politiek bijvoorbeeld. Er lopen echt mensen rond die denken dat zij de reden zijn waarom dat de aarde ronddraait. Mm. En dan denk ik, oei, maar dat is echt wel... dat is gewoon een heel foute beredenering. Want uiteindelijk, wij zijn echt zo nietig. Mm-hmm. Omdat letterlijk, er moet maar een draadje in uw kop... Zeggen van, oei, ik wil geen bloed meer door laten stromen. Mm-hmm. En je zei eigenlijk gewoon... Snap je, eigenlijk zijn wij een soort menselijke computer, waar je letterlijk als je één knopje gewoon zou verdraaien, dat je gewoon echt gewoon heel dat systeem zegt van, kwijt, I'm out of here. Why you? En dat vind ik wel interessant om met die corona te zien, zo van, amazie, dat is gewoon omdat ineens wordt dat uitvergroot in je gezicht van, zie, allee... Je mocht zoveel controleren als je wilt. Je mocht zoveel manipuleren. Want ik denk naast controleren dat wij als mensen ook heel veel manipuleren. En deze kun je gewoon niet manipuleren. Omdat, ja... It's nature. Ja, punt. Hm. Maar door er onmenselijk naar elkaar te beginnen doen, vind ik nou ook geen optie eigenlijk. Dan heb ik ook nog een vraag. Want dat is eigenlijk mijn grootste doel met dit... Naast dat je eigenlijk een pracht van een mens bent,
en dat je enorm veel dingen doet. Ik ben iemand die graag mensen helpt. Dus als ik zo'n ding zie, dan denk ik bij mijn eigen van, oh, hier is Showet. Hij weet wie hij is, of hij is nog aan het ontdekken wie hij is, want ik denk dat we allemaal nog aan het ontdekken zijn wie we zijn. Maar jij staat stappen verder dan sommige mensen die niet per se in dezelfde situatie als u hebben gezeten, maar die in dezelfde situatie als u zitten. Dan is mijn vraag van, stel je voor, er is iemand die zegt van, oké, vandaag wil ik uitkomen van, hey, ik ben dit of ik ben dat. Is er een plek waar je naartoe kan? Ja, er zijn veel plekken waar dat die naartoe kunnen. Je hebt het Roze Huis in Antwerpen. Je hebt echt heel veel organisaties waar je naartoe kunt. Maar tegelijkertijd vind ik persoonlijk niet dat mensen uit de kast moeten komen. Dat moet je uitleggen. Dan... Als wij vrienden zijn, en wij kennen elkaar, en we hebben plezier samen, en ik stel je gewoon op een dag mijn vriend voor... Dat moet normaal zijn. Ja, ik snap het. Okay, ja, ik ben mee. En dan, de persoon, jij dan, als jij daar nood aan hebt om erover te spreken, dan moet jij die nood aangeven. Maar als persoon die eigenlijk uit de kast komt, voor mij toen, ik had nou niet per se nood om daarover te spreken. Want dan kun je in een gesprek vallen waar dat ik twijfel of dat jij mij wel nog aanvaardt. Ik begrijp wel nog dat dat deel van onze cultuur is, zo heel dat uit de kast komen. Ik zou vooral, want het advies dat ik zou geven aan degene die uit de kast moet komen is, kom gewoon echt uit de kast. Omdat, dat is zo'n opluchting om daar gewoon luid op te zeggen ook. Van ja, ik denk dat ik gay ben, punt. Maar het grootste advies is vooral voor de mensen die dat moeten aanhoren. Don't make it awkward. Echt. Of don't... Ik zou het als begin al gewoon aan een knuffel geven. Snap je? Of gewoon zo van oh, maar ik hou van u. Allee, zo van, oh ja, maar ja, weet je. Merci voor dat te delen. Merci voor dat aan mij te zeggen. Dat je die persoon even erop bevestigt van, fuck, wat jij nu hebt gedaan is echt... is fucking moedig. Waar dat er dikwijls gewoon, denk ik, daar van de andere kant niet op gereageerd zijn. Ah, shit. Does that mean you like me? Is that my bitch? It's not about you. Dat vind ik. Ik vind dat een zalig manier van ernaar te kijken. Dus het gaat niet... Het moet niet per se om de persoon gaan die uitkomt. Nee. Het moet gaan dat de mensen die het aanhoren zich moeten aanpassen. Van beseffen van... Dat is normaal. Ja. Hij is gewoon zichzelf. Of zij is gewoon zichzelf. En wij moeten daar niet van... Ah, dus jij doet dit en ah. En dat vind ik ook altijd grappig om naar te kijken. Ik was van de morgen ook daarnaar toevallig een video van aan het zien. Van een Instagrammer. En die waren dan bezig over, de vraag was... If you suck dick once, are you gay? But if you suck dick twice, what are you then? Snap je wat ik bedoel? Ik heb dat ooit gezien, denk ik. Ja, en dan waren ze dus aan het zeggen van... Ah ja, als je het twee keer doet, ze er zeker gay. En had ik zoiets van, maar wat zijn we bezig? Yeah. Of dat zijn ze, I'm not gay. Naast het feit dat ze zo vaak het woord nigger hebben gezegd. Yeah. Ik kan er niet tegen, ik krijg dat kippenvel van als ik het hoor. Daarnaast, ik vond dat gewoon een heel, waarschijnlijk niet zo bedoeld, maar een video dat er heel homofoob uitkwam. Ja, yeah, absoluut. Dat wat ik bedoel, jij maakt van iets normaal of iemand zijn verhaal, maakt eigenlijk iets controversieel. Maar het ding is, ik denk sowieso dat veel, a lot of guys have a lot of issues. Ja. Ik denk dat is al heel duidelijk. Omdat uiteindelijk gay, straight, echt waar, wat maakt het de fuck uit? Mm. Want als het puntje bij het paaltje komt, is dat gewoon kwetsbaarheid. Weet je? Dat je, want seks is gewoon kwetsbaarheid dat je deelt met iemand anders. Mm. En sommigen vullen dat in door... kei hevige seks hebben, anderen voelen dat in door kei liefdevolle, maar eigenlijk is dat gewoon kwetsbaarheid door samen met iemand naakt elkaar aan te raken, elkaar te kussen, te likken, in elkaar te zitten, wat maakt het eigenlijk allemaal uit. En dat is eigenlijk echt privé met wie dat je dat doet. Want dat ook bijvoorbeeld, al zou de straight zijn, en ik kom hier binnen en jij zegt, en hoe is het mij? Ik heb juist die griet liggen afrij. Dat is ook bijvoorbeeld een seksisme dat gewoon straight gay, that is eigenlijk, that shit is private, really. If you're happy, and I'm asking you why you're happy, yeah, because I got laid,
meer moet ik eigenlijk niet weten. Wie, hoe, waar. Dat is eigenlijk... Dat is niet dat ik dat niet wil weten, maar naar respect voor de anderen zeg ik dat ook gewoon niet, vind ik. Maar ik denk dat daar voor heel veel mannen gewoon... Die willen echt niks geassocieerd worden met nog maar iets dat mogelijk gay is. En dat snap ik niet. Ja, want dat is onmogelijk. Ik geloof echt dat dat onmogelijk is. Want het ding is... We all have gay inside of us. Op een of andere manier. Dat is echt... En omdat... Wij zijn zo... Emotie... Wij zijn emotionele wezens, waardoor dat... Los van de aantrekking... Ik zit hier nu met u en ik voel liefde voor u. En ik weet dat jij liefde voor mij voelt. Puur alleen dat, onder mannen. Die platonische liefde. Dat ik denk van, het heeft niks te maken met gay, straight. Mm. Want die gedachten gaan zelfs nog niet daar. Omdat je... Dat zou raar zijn dat die gedachten nu naar daar zitten, terwijl we gewoon een gesprek zijn aan het hebben. En al zou die gedachten naar daar gaan, doet er gewoon chill over. Dat is persoonlijk, dat is gewoon, dat is een ding. Ja, dat is gewoon, oh ja, it means you're attractive. Mm. Zo van, eigenlijk, soms is het ook niet te ingewikkeld. Mm. En ik denk dat veel mensen, dat is heel veel denken, hè. Onderschat niet, voor ons is dat misschien, oh ja, maar ja, dat is toch logisch. Maar voor veel mensen is dat echt zo, die worden echt opeens, stelde jij die vragen, dat je denkt, oh, fuck, ik ben helemaal niet gay, ik heb nog nooit naar een gast gezien. Mm-hmm. Terwijl dat eigenlijk is dat gewoon ook, dat is allemaal, weet je. Ik vind dat je bullshit, hoe vaak dat ik met mijn vriendin over straat wandel, en dat mijn vriendin zegt, oh, dat is een knappe kerel. Ja. En dat ik zo kijk van... Ja, inderdaad. Dat is inderdaad echt wel een aantrekkelijke gast. Niet omdat ik op mannen val. Nee, nee. Het is een aantrekkelijke persoon. Ik kan snappen dat een vrouw daarnaar kijkt en zegt van... Wauw. Snap je wat ik bedoel? Of dat een andere man daarnaar kijkt en zegt... Wauw. Maakt dat mij gay dan? Nee. Want zo kijk ik er dan... En dat is inderdaad een heel... Ik denk dat dat vooral cultuur is. Dat mannen zoiets hebben van... Oh, nee. Ja, maar dan is dat gewoon... Maar dat is gewoon algemene cultuur. Hm. Want dat vind ik zo, want ik vind soms als je zo cultuur in heel die politiek, in heel die identiteitspolitiek, zeggen mensen opeens zeggen, ja, maar welke cultuur? En dan, ah ja, in de islamitische culturen dat meer, in de Afrikaanse culturen dat meer, in de Aziatische culturen dat meer. En dan denk ik, nee, dat is echt gewoon onze opvoedingscultuur. Mm-hmm. Want iedereen heeft zeker al eens naar een kind gezegd, een jongen, niet huilen, niet gevoelig zijn. En dat is ook de reden waarom dat mensen een probleem hebben met gay, denk ik. Omdat die alles... Een homoman is in C, denken ze, gevoeliger dan een heteroman. Waardoor dat alles van gevoelens en emotie wordt geplakt bij gay. Mm-hmm. Weet je? Hoe dikwijls dat ik gasten onder elkaar zien gewoon onnozel doen. En de ene van de vijf zegt gewoon iets waar dat er mee zit bij wijze van spreken. Of zo van, ja, gast, ik vond het echt niet leuk wat we de vorige keer deden. Maar fuck, ga gay of wat? Ik denk van, what the fuck? Hoe zijn wij van eigenlijk jullie vriend, die gewoon mega kwetsbaar is, en zegt tegenover van, zie, het is niet oké. Okay. Dus alles van emotie en alles van wat in veel mensen hun ogen vrouwelijk is, zien die als gay. Mm. En dan is dat echt een hele gevaarlijke om te zeggen, dat is niet één cultuur, dat is echt gewoon... Want als ik zie naar televisie, er gebeurt ook nog altijd van die sketchjes dat ik denk, die is echt zo homofoob, zo seksistisch. Mm. Daar heb ik ook een vraag voor hierna qua comedy. Wat je nu eigenlijk allemaal zegt, ik denk dat er enorm veel mannen die zouden luisteren, of die nu aan het luisteren zijn, zichzelf daarin kunnen zien. Ik kan mij tot een paar jaar hiervoor daar ook in zien. Mm. Dat ik... Nee, ik ben niet gay. Nee. Dan denk ik bij mijn eigen van... Het was een soort van spel om aan de andere persoon te tonen van... Hey, ik ben hier de alfa. Snap je wat ik bedoel? Dat we er niet van uitgaan van iemand die homo is... Eigenlijk een veel sterkere persoonlijkheid kan hebben... Dan bijvoorbeeld bitch, gays are the alphas of the world. Dat is heel echt waar. Dat is heel... Nou niet de alphas, maar dat is echt... Ik denk dat dat ook de reden is waarom... Sorry dat ik je onderbreek, maar... Dat is ook de reden waarom dat heel veel straight guys geïntimideerd zijn door homomannen. Omdat die eigenlijk weten van... Shit, maar jij hebt eigenlijk echt kloten aan je lijf. Want jij hebt echt zoiets van... Fuck, y'all. Yes, I like dick. Mm-hmm. Weet je? Niet once, niet twice. Wat maakt het mij uit? Hoeveel keer per dag? Ja. Dus dat... En uiteindelijk en ook heel dat alpha-concept...
zelfs daar vind ik, stellen wij geen kloten voor. Omdat de momenten dat ik in een groep die energie voelde, van oké, alfa en daar ook mee in, op ingaan, of zelfs ook soms gewoon zeggen van fuck it, ik ben de alfa. Mm. Voor mij, dat gebeurt op zo'n schmetta, weet je wat dat betekent? Ik vind schmetta altijd moeilijk om te vertalen. Dat is een lafaard, lafaard of iemand die gewoon... Ik pak het er als schmetta. Meestal is dat, mag ik iets hebben? Schmet. Yeah. Snap je? Dat is toch gierig, dacht ik altijd. Nee, of dat is gewoon... Dat niet, je niet wilt delen. Nee, lafaard, maar meer zo gewoon... Je kunt niet op die rekenen. Nee, dat is meer lafaard. Meer zo van iemand die iets niet durft. Gewoon, dat is ook... dat is een goed scheldwoord om gewoon iemand ook gewoon zo... voor ze... Allee. Maar als je zo die groepjes ziet waar dat alfa-gedrag gebeurt... Voor mij is dat echt niet... Like, wolven... Als die de alfa gaan kiezen, hè. They go crazy. Geloof mij. Die gaan echt gewoon... Die zullen echt... Ik ben gek op wolven. Ik weet wat je bedoelt. Die snappen heel het concept van, amai, dat is de alfa. Mm. Waar ik dat bij ons mensen... Hè, wij stervelingetjes, als ik zie hoe dat wij soms in bepaalde groepen de alfa kiezen, onbewust, bewust, en dan ene die zich, denk ik, echt denk mij van, maar dat gebeurt echt bekend, dat zijn echt bekend bitches, sorry, en dan geef ik het woord bitches, het spijt mij voor dat te gebruiken, maar dat ik ook denk van, dat is zelfs niet alfa waardig, hoe dat wij dat dan laten verlopen. En er zijn heel veel foute alfa figuren momenteel in de wereld, dat ik denk van, daar wil ik zelfs niet aan mee deelnemen. Mm. En dat is waarom dat voor mij ik daar nog harder... eergisteren bijvoorbeeld waren wij in Amsterdam en ik was mij zo aan het amuseren. En ik begon te merken dat de mensen rond mij zich niet zo waren aan het amuseren. En op een bepaald moment had ik gewoon zoiets van, sorry, maar ik ga niet mee op jullie trip. Mm. Want dat was duidelijk ook gewoon een energietrip. Er kwamen nieuwe mensen bij, dus bepaalde mensen moesten hun eigen laten gelden. Mm. Hoe sta ik hier, hoe is mijn verhouding tegenover de groep? Dus ik voelde heel dat, waardoor dat ik echt zoiets had van, ja, ik ga er zelfs niet aan deelnemen. Dat is zalig dat je dat eigenlijk ziet, want veel mensen zien dat niet. Veel mensen zien eigenlijk niet dat interacties tussen... Ik zie ons eigenlijk nog steeds, wij zijn dieren. Ja. En heel veel interactie tussen ons is, oké, wie heeft nu de leiding? Mm. Wie is nu bezig? Mm. En dan, oké, hij is hoger. Oké, ik moet zien dat ik hoger ben. Ja. En nadat je dat beseft, dan ga je de interacties tussen verschillende mensen helemaal anders zien. Ja, absoluut. Hm. Maar voordat je dat kunt beseffen, dat is echt wel wat werk, hè. Hm. Omdat je ook gewoon, als ik vroeger zelf ook in de groep daaraan deelnam, want je kunt dat ook soms tegenwerken, bijvoorbeeld, snap je? Waar dat ik nu ook gewoon weet dat ik dat soms moet dat ook gewoon laten of zo. Als ik dat zie gebeuren, dan trek ik mij echt gewoon uit de groep. Omdat ik dan liever een pilaar die gewoon aan de zijkant staat en deel van de groep ben, door gewoon nog altijd positiviteit in de groep te sturen, maar niet per se mee aan die dans gaan beginnen van oké, ik wil mij ook laten gelden. Ja. Zo. Ik heb dat ook geleerd door bijvoorbeeld... I got my ass whooped. Like for real. Dat was in het middelbaar. En dat was een jongeman dat... Ja, wij twee, we discussiëren constant. Mm. Dat was een soort van een kleine rivalry tussen ons twee. En die was groter dan mij. Ik ben al niet echt de grootste. Mm. Maar in mijn kop dacht ik van... Oh, ik kan die wel aan. Zatte. En het ging op een bepaald moment zo ver dat we dachten van... Oké, fuck it. Niet meer woorden, kom. Die jongen heeft... Oh mijn god. Als ik er vandaag aan denk. Maar dat was een goede moment, want dan heb ik besloten van, kijk, fysiek ben ik het niet. Mm. Oké, ik heb wel wat spieren en blablabla. Maar als een kerel van 1,80 meter op mij afkomt, die wel kan vechten, ben ik het niet. Mm. Dus wat heb ik geleerd, en dat is ook een advies naar heel veel mensen daar, leer met je kop denken. Leer van, oké, ik kan met mijn woorden soms iemand duidelijk maken van, je bent verkeerd. Zonder je vuisten te moeten gebruiken. Door gewoon puur te babbelen. Dus daar ben ik het totaal mee eens. En als je weet van, ik kan niet winnen. Of niet per se van, ik moet winnen. Maar als je weet van, oké, deze is het echt niet waard. Leave the room. Ga gewoon weg. Het is niet nodig. Dan heb ik een vraag rond comedy. En dat is
Dat is een groot deel van mijn leven, comedy. Ik denk dat ik thuis constant naar comedianten aan het luisteren ben. Wat is uw mening daar rond? Bijvoorbeeld, vinden dat offensive comedy mag? Of vind je zoiets van, het is niet nodig? Ja, ik vind dat comedy mag. Hm. Maar ik vind dat... je moet ook... Het is leuk om met minderheden te lachen. Hm. Wat veel comedians doen. Alleen maar. Maar goede comedy is ook vooral ook met je eigen lachen. Dus ik denk dat dat er zeker in mag zitten, maar dat moet wel een goede combinatie zijn tussen ook nog gewoon reflectie over jezelf. Dat je nog zelf ook nog met je eigen eigenlijk bullshit lacht. Wat ik niet vind kunnen, is dat mensen die totaal niks te maken hebben met een minderheidsgroep, daar opeens zo'n kwartier een soort tirade rond gaan doen of zo. Ik moet zeggen, ik heb dat weinig gezien. Ik denk één, omdat ik wel tegen wel wat grove humor kan. En misschien ook gewoon omdat ik gewoon op bepaalde comedyplaatsen niet kom. Waardoor dat ik niet racist en sexist bullshit hoor. Maar ik vind dat je wel met comedy echt ver kunt gaan. Ja. Heb jij een voorbeeld? Ja. Ik heb persoonlijk dan een voorbeeld. Ken je Bill Burr? Nee. Oh, dan moet je eens naar luisteren. Bill Burr. Bill Burr. Dat is een Amerikaan. Die is een comedy, als je gewoon naar luistert zonder te weten wie dat is eigenlijk, dan denk je van, oh mijn god, zo'n klootzak. Maar dan moet er erachter komen van, bijvoorbeeld, die maakt heel veel black jokes, ja. Moet er erachter komen van, zijn vrouw is eigenlijk een zwarte. Die zijn vrienden zijn eigenlijk allemaal zwart. En die lacht ook met zichzelf. Ja. Die maakt zoveel moppen over, bijvoorbeeld, die heeft een stukje dat hij spreekt over basketbal. Dat je zegt van, als blanke, hoe teleurstellend zijn we wel niet? Die, van, hoe teleurstellend zijn we wel niet in basketbal? Die zegt van, misschien moeten we op een bepaald moment beseffen van, basketbal is niet meer van ons. Dat je zo zegt van, how many balls do we need to have on our face? Before we decide van, okay, basketball is not for us. We should stop, we should go do ice skating en al die andere dingen. Dus ik... Ja, dat is inderdaad heel erg belangrijk. Van als je een mop maakt met iemand, dat je beseft van oké, ik moet misschien wel weten over wie ik bezig ben. Ja. Dat je niet zo weer in die stereotype... Maar het is vooral dat, hè, want uiteindelijk... voor mij een goede comedy is gewoon intelligentie. Ook gewoon. Ja. Dus je mocht soms in stereotypen gaan, maar er moet wel iets intelligent achter zitten. Ja. En niet gewoon... Ah, black people are lazy. Ah, gay people are like women. En zo, tof. Ja, dat is echt heel... Zo, we hebben het al gehoord. Ja, zo van... Die jokes kennen mensen al. Waarin dat je echt wel ook nog altijd je punt kunt maken over bijvoorbeeld black people. En daar echt gewoon humor in kunt steken door gewoon intelligentie daarbij te steken. En ik weet niet, is dat eerst met mij als ik zeg bijvoorbeeld... Als zwart persoon, hoeveel moppen ik al gehoord heb over mijn kleur... Dat ik zo soms zoiets heb van, oké, het is echt niet grappig. Nee. En niet gewoon van, het is niet grappig, van, jij mocht het niet zeggen. Als jij echt een goeie... Ik heb dat wel geleerd. Ja. Omdat, echt waar, ik heb... als ik... de grootste verandering in mijn leven was... zo, zelfliefde. Iemand sprak mij over zelfliefde. En ik dacht, wat is zelfliefde? En dat was eigenlijk mijn eerste stap in echt zelfliefde. Als ik vroeger bijvoorbeeld... ik weet nog, als ik vroeger ergens binnenkwam, dat veel vrienden zo, oh, pas op, de Jawad is er, doe je portefeuille weg. Dat ik dan ook zo, zo, ja, dat is wel grappig, met Marokkanen zijn, zo, daar nog weglachen. En dan op dat moment gewoon echt beginnen zeggen. Zo van, ik vind dat eigenlijk echt niet chill dat je dat zegt. En dan zag ik die mensen zo, ja, maar dat is helemaal niet verkeerd bedoeld. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, dat voel ik. Ik zeg, maar dat haalt niet weg, dat dat gewoon niet leuk is. En ook gewoon vooral als je het al 500 keer hebt gehoord. Maar zelfs dat moet je niet uitleggen aan hun. Nee. Dat is echt... Je moet gewoon echt... Eigenlijk dat ongemakkelijk gevoel dat je geeft, gewoon teruggeven. Zo een beetje, that's not mine. Echt waar. Jij voelt je waarschijnlijk slecht omdat jij ooit, I don't know, iets racistisch hebt gezegd. En nu altijd een mop kon wilt maken voor niet racistisch over te komen. Dus ik geef dat gewoon terug. Van ja... Merci voor mij ongemakkelijk te maken, maar ik ga dat eigenlijk gewoon teruggeven. It's your turn now. Ja, zo van, dat is niet voor mij. Zo van, ik vind dat echt niet chill. En dan moet die met dat gevoel achterblijven van, fuck. Ik zeg gewoon op dat vlak altijd van, als je mij iets zegt dat echt grappig is, dat ik zoiets heb van, damn, dat was origineel, dan lach ik. Dan lach ik en dan zeg ik ook niks rond. Maar
als ik al van de kleuterklas dezelfde mopjes hoor, ja. is al na een tijdje van, oké, één, je bent niet origineel. Twee, je pikt gewoon iemand anders zijn mop. Ja. En drie, ga gewoon weg. Snap je? Dat, en dan, ja, maar dat is ook wel inderdaad een andere manier van het te doen. Ik heb, het ding is, ik leer om minder uitleg te geven aan mensen. Dus dat is hoe mooi ik mensen vind, veel zijn echt toch gewoon zo in hun kop. Ja. En die gaan nooit 100% begrijpen van waar jij komt. Ja. Ik ook. Ik mag wel uitleggen dat ik dat niet leuk vind als ze zeggen vuile, als ze zemmer zeggen, omdat ik echt letterlijk, vanaf dat ik 4 jaar was, dat elke dag heb gehoord. Snap je? Ik kan heel die emotionele beladenheid geven, maar voor mij is dat ook een vorm van zelfliefde. Van, ik ga niet heel mijn kwetsbaarheid op tafel gooien, want één, die persoon kan dat toch niet aan. Nee. Dus dan zeg ik gewoon liever van, luistert, even goede vrienden, maar dat woord ga je wel niet meer zeggen, want dan gaan wij niet kunnen... Dan werkt het niet. Ja, Omdat... Als ik zie naar wolven bijvoorbeeld, dat is ook korte communicatie. Dat is echt... Dat is gewoon ook omdat... En daarna kun je bijvoorbeeld daar meer uitleg over geven, maar dat is ook gewoon van, zie... Het is echt niet nodig. Hm. Want ik vind je eigenlijk super chill, maar deze soort humor is gewoon echt niet nodig. Want ja... En als jij zo'n humor wilt beter leren kennen, wil ik je gerust wel die humor laten zien. Dan ga je zo denken van, oké, nu moet je stoppen. Het is er wel voor aan het gaan. Ik heb dan nog een klein paar vragen. Ik doe dat graag. Ja, ja. Omdat ik dat altijd super interessant vind. Ook niet voorbereid of zo. Dat zijn gewoon vragen die ik juist aan komen. Favoriete dier moet ik zelf niet eens vragen, denk ik. Favoriete dier? Ja. Nee, wel. Je zou je echt aan mijn spekken. Ah, echt? Het is geen wolf. Nee. Maar ik vind dat moeilijk. Omdat ik... Ik heb echt een zwak voor dieren. Mm. Omdat dat gewoon even levende wezens als ons zijn. Het is echt heel... trippy, vind ik dat. Hè? Hoe dat een dier echt wel gewoon... Ik voel dat zelfs. Echt gewoon alles hetzelfde heeft als mij. Mm. Gewoon, ja, dat kan niet spreken. Allee, dat kan niet... Dat heeft niet menselijke eigenschappen als in spreken, maar wel als in het leven. Ik bedoel, ik heb een dier echt al verdrietig... weten voelen. Ik heb een dier ook al gelukkig weten voelen. Die hebben echt ook gewoon emotie. Dus daarmee dat ik verschillende dieren heb. Dat mag. Als in uiterlijk vind ik een giraf mijn favoriete dier. Een giraf? Ja, ik vind dat echt gewoon waanzin. Zo'n dier gewoon. Weet je, dat is precies zo een lantaarnpaal. met funky bekleding. Mm. Dat is ook gewoon een heel sierlijk dier. En ook een heel kwetsbaar dier of zo. Dat is wel lang en hij heeft een lange nek en lange benen. Maar als je dat echt ziet, als je dat koppetje ziet bijvoorbeeld en die oogstjes, en die, dat is echt maar, dat is iets heel fragiel. Een leeuw vind ik ook wel gewoon echt iets heel speciaal. Koninklijk en machtig. En ik denk dat een leeuw zeker ook een totemdier van mij is of zo. Ja. Nee, dat snap ik. En wolven, puur echt gewoon qua mentaliteit. Ja. Qua relationeel verhouding. Mm. En qua ook gewoon... Er is wel een pak, allee, die zijn samen. En er is wel een alfa, maar die alfa is daar wel voor zijn groep. Mm. En ook in de groep zijn er ook mensen die daar zijn voor anderen. Mm. Ja, dat is wel een mythe dat ik wil... verbreken voor heel veel mensen rond wolven. Ah, ja. Thomas, als je kunt, er is een foto van zo'n wolfpak. En dan, ja, je krijgt tijd om het even op te zoeken, want ik zeg het maar ja, internet is dat. En wat is er dan gebeurd met die foto? Er is zo'n mythe rond geweest dat de alfa van achter was. Ah, nee, het is van voren. Het is van voren. Ja, ja. Maar van achter is er ook één. Dat is eigenlijk, ja, ik weet het niet 100% juist, maar ik had dat dus gelezen en. Het ging dus over het feit van een alfa gaat in een wolvenpak gaat zich niet van achter zetten. Mm-hmm. Omdat een alfa in een wolvenpak moet laten zien van, ik ben het. Ik ben diegene die de beslissingen maakt. Ik zeg wat er hier gebeurt. En die staat eigenlijk van voor. Mm-hmm. En die waren eigenlijk zo wat door sneeuw aan het wandelen. En die zei eigenlijk van, wij laten de zwakkere van voor. Mm-hmm. Zodat die, dus wij hebben het eigenlijk zo wat geromantiseerd door die mythe. Ja, ja. Terwijl, nee, dat is... dat zijn gewoon wolven, maar dat is dus...
Zwart, we gaan het wel vinden. Dat is, maar ik zie ze gewoon zo vier van die wolven die aan het chillen zijn op een berg. Dat is dus een foto van een roedel wolven die eigenlijk door sneeuw aan het wandelen zijn. Dat gaat heel moeilijk zijn te vinden, maar zwart. En het ging gewoon om het feit van, nee, dat is niet. Ja. Natuur is de sterkste wind. Dat is gewoon zo. En in een wolvenpak is het gewoon van, oké, die is te oud om mee te gaan. Ja, ja, sorry, want jij benadeelt ons eigenlijk. Ja, jij ziet daar door sneeuw zo'n heel roedel gaan. Dat is ook een goed voorbeeld. Nee, links. Nee, links. Links, nog eens links. Naar beneden. Nee, boven. Ja, nee. Naar rechts. Nog? Nog? Die ernaast, ja. Dus dat was zoiets. Zie je het? Zoiets. En zie je nu zo van achter? Ja. Als je het kunt vergroten. Zien jullie dat trouwens op die camera's? Dat gaan we nog bij bewerken. Dus, je ziet het, hè? Ja. Van achter zie je nu zo één wolf. Ja. En dat is zo hard geromantiseerd dat er alfa was. Terwijl dat totaal niet zo is. Ja. De alfa is eigenlijk van voor en dat is degene die het sneeuw eigenlijk weg. Laat zien van, ik ben degene die ons als roedel eigenlijk levend houdt. Ik heb dat ook eens gezien. Ik denk bij zo'n quote zo. Ja. Waardoor dat ik ook niet... Maar ik weet dat gewoon dat niet is. Hm. Maar, ja. Maar wij romantiseren alles. Ja, dat is. Dat is echt waar. Dat is echt zo. Echt zo. Nu ook die Vlaamse cultuur, dat is ook gewoon geromantiseerd. Dat ik denk mij van... It's really not that special. Nee. Daarom dat ik ook altijd zeg van... Allee, we zouden een keer, er zijn leuke feestdagen, er zijn leuke tradities en zo, maar die zijn niet specialer dan een andere cultuur of zo. Nee. Die zijn allemaal... Nee. Elke cultuur heeft gewoon zijn... Ja, echt zijn mooie kanten. En elke cultuur heeft ook echt gewoon zijn duistere, vieze kanten. Dat is waar. Weet jij hoeveel... Dat is het grootste... Als ik nog iets mag zeggen, dat is echt het grootste verschil als ik zo... Een van de meeste vragen die ik ook altijd heb gekregen was niet alleen van, amai, ja, gay, maar ook van heel veel Vlamingen zo van, oh, maar moslims zijn toch inderdaad, puntje. Moslims zijn toch inderdaad... Wie zijn moslims? Eén, wie zijn moslims, maar dan denk ik ook, ik heb veel Vlaamse vrienden, uit echt steden, maar ook uit echt zo boerengaten, die ook... alcoholieke vaders hadden, emotioneel labiele moeders, vijandige tantes, nonkels die de meest vieze dingen met hun deden. Allee, dat ik denk in mijn eigen van, de islam is puntje, sorry, maar elk huisje heeft zijn kruisje, geloof mij. Voor mij uiteindelijk is de islam heeft nooit per se iets mij in de weg gelegd of zo. Integendeel. Maatschappij en de cultuur en al en mensen die daar rond zijn, die gewoon een verhaal daarvan maken. Maar ik denk dat wij zoiets moeten stoppen met zo religie de schuld te geven van alles. Dat ik denk, uiteindelijk is het wel nog altijd de mens die de daden overbrengt. Ja. Het is niet dat boek dat opstaat en zegt, en nu gaan we nu, dat is weer zo die verantwoordelijkheid van ons afduwen. Zo. Ja, dat komt door religie. Religie heeft alles slecht gemaakt. En ik denk, ja, nee, dat is ook niet waar. Ja, ik snap u, ik volg u daar ook helemaal in. Ik ga even snel vragen. Thomas, hoeveel minuten hebben we nog? We zijn al een uur bezig. Oké, super, want ik wil nog heel rap, gewoon puur voor u, omdat ik vind dat mensen, alsjeblieft, luister ernaar. Luister. Luister, echt. En dat is toch gewoon een boodschap, Hard to Love. Dat is mijn favoriet, daar ben ik heel eerlijk in, omdat ik het gewoon pakkend vind. Ik vind het echt... Mijn haar ging ervan rechts staan, als ik het zo mag zeggen. Als ik het even, mijn emotie daarin mag ingeven. Zijn er plekken waar we je kunnen zien live? Ik speel op 2018 festival. Mm-hmm. Dan speel ik ook in Gent in de Vooruit in april. Want er komen er nu een paar dagen online eigenlijk. Dus april, dan in mei komen er ook een paar keer. We mogen nog verder gaan, we weten eigenlijk nog niet wanneer we gaan... Ah ja, wacht hè. In juni ook in Brussel. In mei ook in Brussel. Dus ja, heel, ik zou zeggen, volg vooral mijn pagina. Omdat... We gaan dat er ook gewoon bij zetten. Ja. Uw Instagram. Mijn pagina. Allee, Instagram. Ik boek mijn website. Ja, voilà. Dat moeten we allemaal eigenlijk sturen. We gaan dat gewoon allemaal... Abel, kijk, door heel het video heel af en toe erin zetten. Zoals subliminal messaging. En wat ik ook wou vragen...
ik wil het gewoon live horen. Please. Ik weet, mensen, als mensen deze gaan horen, die gaan denken van, oh, wat zit je nu allemaal zo, die mensen ongemakkelijk aan het maken en weet ik veel wat. Oh, wauw. Luister er gewoon naar en dan denk ik van, dan snap je wel over wat het gaat. En dan kun je haten wat je wilt, maar muziek maakt gewoon, dan maakt het allemaal goed voor mij, denk absoluut. Ik. Hoe hard ik ook iemand niet kan hebben of zo, als iemand mij artistiek een verhaal kan vertellen, ze dat altijd verkocht, denk ik. Dat is waar. Allee, dat geloof ik toch. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar je wilt dat ik zing, nee? Ja. Dat is niet... Dus dat is... Oké. Okay. Maar dan moet dat echt verder. Ja, ja. Kijk in mijn stem. Ja, dat is ook iets dat ik heel hard gechoqueerd over was. Als je praat, heb je eigenlijk een heel zacht, laag stemmetje. Stem, ja. En dan begin je te zingen en dat is zo van, wauw, wie is dat? Ja, ik heb... Ik doe ook spreekopdrachten en zo. Ja. Dus maar iedereen kan zingen, hè? Nee, ik kan niet zingen. Jawel, ik Nee, nee, geloof mij. Hoe vaak dat ik probeer te zingen, dat mijn vriendin zegt, Malvin, als je nu niet stopt... Op een hoop, joh. Maar ik zal zingen, hè. Ja. Ik zal Hard to Love zingen voor jou. Perfect. Storms are raging inside your bones. Tired soul, shall I lay with you? Words you can't speak and tears you can't cry. It's not fair what they've done to you. They made you think you were hard to love. They made you think you were hard to love. Blood boils inside of your vein. Tired soul, shall I lay with you? Goeie mijn gevoelige micro's. Ja, ik weet het. Ik weet het. We zijn daar nog aan het werken, man. Nee, nee, ik heb gewoon een luide stem. Ik wil dat ook kunnen. Ik vind dat echt... Vaak doe ik zo, weet je... Als je alleen bent, denkt iedereen dat je kan zingen. Is dat zo genoeg? En dat was een reality shock voor mij. Toen ik besefte van, oh, je kunt er echt niks van. En dan zing je zo en dan denk je, oh, ik ben keigoed bezig. En dan komt mijn vriendin binnen van, what the fuck ben je aan het doen? Dan zeg ik van, joh, nee, nee, maar luister, volgens mij kan ik dat echt. Dan doe ik dat zo en dan denk ze, nee. Je kan echt? Tot, ja, ja. Wil ik dat toch eens luisteren? Nee, nee, dat ga ik echt niet doen. Nee, okay. Echt waar. Ik vind, iedereen heeft zijn eigen talenten. En, dat is waar. Dat is echt gewoon zalig. Maar jij hebt ook echt jij hebt een talent voor interviews. Jij ja, ik heb ook een hele fijne stem ook, dus... Oh, dat hoor ik ook ja? al. Dat hoor ik, dat dus hoor ik graag. Dus ik ben benieuwd... ik ook. Wat jij, allee, ik weet niet of jij ambitie hebt voor... Ik wil gewoon vooral in België de podcast zien. Ja. Om op te doen. Ik vind dat wij zoals gewoonlijk altijd, wij zijn te laat met alles. Ja. Snap je wat ik bedoel? Rap scene zijn we te laat mee. De R&B scene zijn we te laat mee. Ja. We zijn laat met alles. Alles. En ik vind, nu moeten wij zeggen van, oké, nee. Die podcastingen, dat gaan wij nu omhoog brengen. Want in Amerika is dat huge. Ja. En dat is ook gewoon een nieuwe manier van nieuws. Ja. Snap je? Als ik naar tv kijk en ze interviewen iemand, is dat voor 10 minuten. Ja. Hoe in godsnaam kan iemand zijn verhaal vertellen in 10 minuten? Ja, absoluut. En stel je voor, ik luister daarna, ik ben daar geïnteresseerd. Je hebt sommige mensen die niet graag lezen. Nee, ik lees graag, maar sommige mensen lezen niet graag. Ik zie Thomas dat de hele tijd van. En dan krijg je de kans om gewoon een uur, twee dat uur ja, te vertellen wie je bent. En dan denk ik bij mijn eigen van, wat wil je nog meer? Ja. Zo bijvoorbeeld deze van mij, dat is... Je ziet al hoe gelukkig ik ben, hè. Omdat dat gewoon bij mij is van, oké... Okay, dat is weer dingen die ik aan het downloaden ben. Ja, ik ben andere manieren van kijken aan het downloaden. En we leren ervan als mensen. Ja. Dus. En dan heb ik nog één laatste vraag. Ja. Naast alles wat jij mee bezig bent, is er één ding dat je zoiets hebt van, dat weet eigenlijk de meeste mensen niet van mij, maar daar ben ik ook heel hard geïnteresseerd in. Ah. Maar ja, ik weet niet of dat mensen dat niet weten. Ja, ik ben voor alles van yoga en meditatie en hetgeen dat je niet kunt vastpakken ook bijvoorbeeld. Ik ben goed in smalltalk, ik heb mij dat aangeleerd.
om, allee, hoe, ik kan de, I can keep the conversation going, omdat ik ook soms gewoon niet, ik kan niet tegen awkward silences. Maar ik hou er trouwens van. Van awkward silence? Ik hou ervan. Ja, ja, en wel, ik moet dat echt leren. Nee, maar, ja, nee. Ik hou ervan. Echt, maar ik hou van echt gewoon echt gesprekken te hebben over echt gewoon... Hoe zitten dingen in elkaar? Gewoon de wereld, hè. Hoe, en waarom? En, maar je kunt die gesprekken niet met iedereen doen. Omdat ik daar graag in word uitgedaagd. Ja, ja, ja. Omdat mensen ook gewoon... Sommige mensen denken daar gewoon echt niet aan. Ik denk dat je toch een soort van filosofisch brein moet hebben om wel te willen uren te spreken over van... Oh, waarom zit dat zo in elkaar? En waarom... Ja, nu ook bijvoorbeeld die corona. Waarom is er een deel van de mensen die echt gelooft dat dat een straf is van God, bijvoorbeeld? Mm. En waarom is er een deel van de mensen die gewoon zoiets heeft van... Ja, nee, dat is gewoon... Hoe dat wij gewoon als mensen gewoon in elkaar zitten. Ik denk dat dat eigenlijk mijn grootste bezigheid is. Ja, super. Ik observeer ook veel. Ik kan dat ook wel heel hard aanraden aan mensen van... Praat. Praat, denk... Sta stil bij dingen. Ja, maar je vraagt dat veel. Ja, ik weet het. Maar ik denk toch wel dat dat iets basis is dat wij allemaal... Nee, nee, maar ik vraag veel, hè, want veel mensen doen dat niet graag. Is dat wat ik bedoel? Maar ik denk ook niet dat veel mensen daarvoor per se... Zie, dat is waarom dat een religie in stand is gekomen. Omdat veel mensen dat gewoon niet willen doen. En dan is het heel makkelijk om bijvoorbeeld wel gewoon... zie... Dit zijn de regels, volg die regels. En als jij doodgaat, dan ga jij naar de hemel. Het is heel simpel. Ja, voor sommige mensen is dat ook voldoende. Want dan heb je ook zoiets van, oké... Okay, en als er dan iets komt als een ziekte, dan kunnen die ook gewoon makkelijk zeggen van... Oei, dat is, ja, dat is duidelijk een resultaat van dat. En daar is ook niks mis mee. Want wie zegt dat die het niet bij het juiste eind hebben? Dat is waar. Dat zeg ik ook altijd. Ik geloof niet in God... Maar ik ben ook niet cocky genoeg om te zeggen dat God niet bestaat. Snap je wat ik bedoel? Ik weet dat niet. En het kan goed zijn dat... Het kan goed zijn dat een boeddhist gelijk heeft. Het kan goed zijn dat een moslim... Wie ben ik? Of wie denkt jij als persoon dat je bent om tegen iemand te zeggen... Uw geloof is fout. Dat zeg ik altijd. En ik debatteer ook niet met zo'n mensen. Of probeer er niet mee te debatteren. Het moment dat je tegen mij zegt van... Ik ben zeker dat wat ik in geloof juist is... Denk ik... Je moet twijfelen aan... Allee, je moet niet twijfelen, je kunt zeker zijn, maar er moet een moment zijn dat je daar aan twijfelt. Dat je zegt van, wat ik nu doe, is dat wel juist. Ja. Dat vind ik, dat verwacht ik van iedereen. En ook gewoon omdat er... Ik heb van de week een talk gezien van Warda El Kadouri, dat is een wetenschapster, waarin dat ze eigenlijk zegt, we hebben het bestaan van God nog niet bewezen, maar we hebben ook het niet-bestaan van God ook niet ook bewezen. Ook niet bewezen, ja. En er zijn heel veel dingen die bijna bovennatuurlijk zijn. Dat is waar. Sorry. Iedereen heeft minstens één keer iets in zijn leven meegemaakt dat hij wel zoiets had van, wauw, dit was echt trippy. Ik weet niet wat of hoe of dingen. En ik geloof erin, als je daar wel in gelooft en dat heel puur aanpakt, je ook echt antwoorden krijgt. En of dat nu van God is en of dat nu gewoon... De universe is, dat is eigenlijk aan het werken samen met u. Wat maakt het eigenlijk uit? Ja. Ik denk gewoon, als je echt zoekende bent... Hè, oh, wat wil ik met mijn leven doen? En opeens komt je iemand tegen en zegt... Ik ga een podcast maken. Oh, ik maak een podcast. Dat is voor mij ook God. Want dan is dat ook gewoon... Je staat open gewoon voor... Oké, ik wil, maar er is ook gewoon iets dat gewoon ook mij hier heeft gezet. Weet je, ik ben hier ook gewoon op de aarde uiteindelijk beland. Zo zie ik je daar. Als ik een ontdekkingsreiziger ben en ik zit hier op planeet aarde, mijn ouders hebben mij uiteindelijk gemaakt. Weet je, dus ik ben hier uiteindelijk geraakt op een of andere manier. Dus dat... Het is wel interessant om daarbij stil te staan. We gaan afronden, want ik zie Thomas al zo de hele tijd kijken van limiet, limiet. Want onze kaarten kunnen maar... Dat was 86 minuten. Oppakken, dat zijn we nog aan het werken. Ik zou zeggen, als je je naam volledig kunt uitzeggen, want ik ga je achternaam butcheren. Ik voel dat al. Ik voel dat al. Maar ik voel ook, mijn achternaam moet ik niet meer per se... Ik ga zo, misschien moet ik zo gewoon mijn achternaam laten weghalen.
Ja. Oh. Mijn identiteitskaart. Waarom? Waarom dat? Omdat ik daar ook zo weer zo een... Zo gewoon... Hoeveel keer zeggen de mensen hun familienaam? Niet veel. Niet veel. Ja, dat is waar. En ook de mensen die hun familienaam gezegd worden, zijn tegenwoordig politiekers. Mm. En dan vind ik, bitch, ik ga je echt niet met meneer Janssens noemen, ze. Ga ze gewoon Peet. Ja. Weet je, die doen dommere dingen in hun leven dan mij. Dan ga ik die echt niet meneer Janssens noemen. Ja, zo precies van, oh, jij bent zo hoog. Ja, dus heel dat familienaam, dat mag, hè. En trouwens ook, het ding met mijn naam... Mijn naam in het Vlaams is Jawad Alul. Dat is allemaal heel... Oké, ik zeg het juist. Alul. Maar mijn naam in het Marokkaans is Jawad Alul. Daar had ik dus bang voor. Want met sommige mensen die, als ik dan zo bijvoorbeeld de naam bijvoorbeeld ML. Ja. Amal. Amal. Ja. En dan, het is ML. En dan is maar hé, dat is verschrikkelijk, hè? Ja, ik weet het. Maar ik ook. Vorige week zei nog iemand naar mij van, ik zeg je naam toch juist? Ik zo, eerlijk, nee. Ik zeg nee. Ik zeg, want dat is een vervlaamsing. Ja, wat? Die Jawad. Of is Jawad. Nu overdrijf ik, maar die Jawad. Jawad, ja. Okay. Echt inderdaad een beetje kikker. Zo. Ik heb ooit het beste compliment dat ik heb gekregen. Rond ik kan totaal niet Arabisch. Maar van, je hebt een beetje een Marokkaans accent als jij bijvoorbeeld iets zo... Een slemmele om of zo. Ja, ja. Jij klinkt een beetje... Dat was zo van, dank u. Zalig. Maar ik zou zeggen van, volg op Instagram. We gaan zijn Instagram er nog onder zetten. Op zijn website. Ja. Bezoek daar, heb je Twitter? Nee. Dat is ook, ik heb dat ook niet, maar ik moet dat wel leren. Eigenlijk. Ja, maar ik vind het nu al allemaal echt te veel. Te veel, ja, dat snap ik ook wel. Ik krijg zelfs koppijn soms gewoon van naar mijn smartphone te zien. Maar alsjeblieft, ik denk dat ik het al nu 4 keer gezegd heb, ga naar zijn muziek luisteren. Daar moet gewoon meer naar geluisterd worden, want het is echt nice. En het heeft een boodschap. Het heeft een boodschap. Ik kijk naar de camera. Stop naar die rare muziek te kijken dat niks te zeggen heeft. Dat is leuk, maar het heeft een boodschap. Dankjewel voor langs te komen. Merci. Echt voor mij te hebben. Hopelijk kom je nog eens langs, want volgens mij kunnen we nog uren hierover babbelen. En over andere dingen. Dankjewel.